Hoe moet ik omgaan met mijn kinderen die wederom geboren zijn, maar niks meer doen met Jezus? Moet ik daar nou over zeggen? U moet om te beginnen zich toch afvragen, zijn mijn kinderen wel wederom geboren? Denk ik. Want misschien waren ze 15 toen ze hun hartje aan Jezus gaven. Ja. Mooi, kostbaar. Corrie de Boom was 5. Dus toen ze haar hart aan de Heer had, fantastisch. Maar het is vaak heel moeilijk te beoordelen, hoe diep is dat nou gegaan? Was dat nou echt een overgave van zo iemand die jong was, van hier hebt u mijn hele leven? En nu blijkt in de loop van de tijd dat ze Jezus niet meer volgen. Wat is het dan geweest? Die vraag moet u toch durven stellen. En niet u zelf in slaap zussen door eens gered blijft gered. Daar ga ik niet in mee. Maar ja, ze hebben toen een hart aan de Heer gegeven, dus ik ken die voorbeelden volop om me heen. Ik doe er niet aan mee. Die volhard tot het einde, zegt Jezus, zal behouden worden. Dus het gemakzuchtige, ook hier weer claimen van, ja, ze hebben het briefje in de zak. Wij hebben geen briefjes in de zak. Ik ook niet. Wie meent te staan, zie toe dat die niet vallen. Dat is het gezonde spanningsveld tussen het hebben en het niet hebben. Tussen er zijn en er niet zijn. Dat is lastig voor mensen. Ja, vertel me nou, ben je er of ben je er niet? Heb je het of heb je het niet? Allebei. Ja, daar kan ik niks mee. Nee, ik ook niet. Het enige wat ik ermee kan is aan de lijn blijven met de hemel. Afhankelijk zijn van hem. Hij weet wat hij doet en hij leidt mij op de weg die goed is. En het komt absoluut goed. Je kunt er 100% zeker van zijn. Als je je leven echt van de Heer geeft, maar maak er geen misbruik van en denk niet, als ik wegdwaal van de Heer, dan ben ik toch een kind van God. Zo werkt het nou net niet. Voelt u de spanning tussen die twee? En die moeten we erin houden. Misschien dat Miel een ander evangelisch kolf, weet ik niet. Maar ik ben hier maar één keer, jij kan het 51 zondag recht zetten. Maar we hebben denk ik allebei te veel gezien om ons heen. En de Bijbel is benadrukt ze allebei. Er is een zekerheid. Voor de onzekere mensen is er een absolute zekerheid in de Bijbel. Maar voor de mensen die een soort eigen zekerheid gaan opbouwen, zeggen we, kijk uit. Je moet nog een heel eind gaan. En dat geldt ook voor de kinderen van degene die deze vraag stelt. Ja, veel gebed, hè, voor ze. Veel gebed, een goed voorbeeld. Ik noem altijd mijn 3 dingen. Veel gebed, een goed voorbeeld en veel verzamelen. Meer weet ik niet. Zeker als ze de deur uit zijn. Veel gebed. Een goed voorbeeld. En veel verzaal. En u zult allemaal moeten ontdekken dat zolang ze in huis zijn, komt u nog een heel eind om ze in het gereed te houden. Maar als ze de deur uit zijn, wordt het een stuk lastiger. En als ze dan ook nog in een andere plaats gaan wonen waar u er geen controle meer over hebt, dan schrikt u soms. En wieso heb ik ze niet opgevoed? Dat is het leven. Mensen, maar voorbeeld, veel gebed. Er moet geen dag voorbij gaan of u moet uw naam genoemd hebben voor de troon van God. En veel van zijn houden, ook al en niet eindelijk eerst te komen preken. Boven alles veel van zijn houden. Soms kunt u wat kwijt en soms kunt u niks kwijt.